Voetbalsupporters hebben bij de wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord een supporter in elkaar geslagen en over de reling gegooid. Het gebeurde in het Willem II-stadion in Tilburg. Tussen de Willem II-supporters bleek een Feyenoord-fan te zitten. Die werd opeens door andere supporters afgetuigd. Het zou gaan om een man uit Berkelenschot. De scheidsrechter legde het spel stil. Spelers van Willem II liepen naar het vak waar het gebeurde om de supporters te kalmeren. Na een minuutje of vijf ging de wedstrijd weer door. Willem II verloor van Feyenoord met 0-2. Over de verwondingen van de man is niets bekend.